Het probleem met fillers is, vooral met die, eigenlijk alleen met die hyaluronzuurfiller, want daar hebben we het natuurlijk over, is dat het er soms net iets te veel vocht aantrekt. Dus dat het effect net iets te heftig is. Of dat er gewoon te veel geïnjecteerd is. Of dat er gewoon te veel geïnjecteerd is. Maar je weet natuurlijk nooit helemaal hoe je erop reageert op een filler. Of op de verkeerde plek. En dan zit het daar. En dan moet je dus dan moet je 12 maanden wachten ongeveer. Ja, hangt er vanaf waar het natuurlijk zit. In een lip is het soms na 6 maanden weg. Ja. Maar er zijn ook plekken waar het wel 18 maanden kan blijven zitten. Ja, en als het dan niet helemaal goed is gegaan, dan heb je op zich een groot probleem. Je hebt een groot probleem als je een filler hebt gebruikt die je niet kan oplossen. Zoals Sculptra of Radies. Maar in het geval van... Met een hyaluronzuurfiller is er eigenlijk nooit een groot probleem. Want er is altijd een plan B. En dat is dat je zo'n filler kan oplossen met hyaluronidase. Ja, hyaluronidase is een middeltje waarmee je het hyaluronzuur van de filler weer op kunt lossen. Het is een enzym wat je hyaluronzuur oplost in je huid. Daar wou ik dus net naartoe. En het is zowel je eigen hyaluronzuur als het hyaluronzuur in de filler wordt opgelost. Want ik ken natuurlijk hyaluronidase en het ding daarmee is dat je... Dat het ook je eigen hyaluronzuur oplost. Dus laten we even onder de ogen gebruiken. Of om de lippen wordt het ook wel eens vaak gebruikt. Hè? Dan hoor ik dus wel eens bij mensen met hyaluronidase dat het een soort kuiltjes-effect geeft. Omdat het ook nog eens eigen... Kan. Is niet de bedoeling. Hè? Het is de bedoeling dat je die hyaluronidase injecteert midden in de gel... Ja. En dat is natuurlijk soms heel lastig als je niet weet waar exact die gel ligt. Maar dat zorgt er wel voor dat je het liefst, als je dit probleem hebt, moet teruggaan naar de dokter die het geïnjecteerd heeft. Want die kan het beste inschatten waar je filler ligt. Als je naar een andere dokter gaat, en soms komt dat voor, hè, dat mensen vertrouwen kwijt zijn. Ja, ik wou net zeggen, ik snap dat wel. En dan naar een andere dokter gaan. Maar dat wordt voor die andere dokter altijd iets lastiger... om een inschatting te maken waar die filler zit. Soms zie je het, maar soms zie je het ook niet. Hè? En bij een traaggrootje zie je die filler zelf, als het goed is, niet zitten. Met lippen, vooral met het opvullen van lippen, kan het soms gewoon een soort dat net iets te veel is. En dan kun je dus met hyaluronidase dat oplossen. Ja. Maar wat zijn dan de risico's? Krijg je dan kuiltjes? Nee, ik denk dat reuze meevalt. Je moet natuurlijk niet te veel hyaluronidase gebruiken. Je moet genoeg gebruiken om je filler op te lossen. Je moet zorgen dat het in de filler terechtkomt, of zo dicht mogelijk bij de filler. En dan valt dat nog wel mee, dat risico dat je eigen hyaluronzuur ook oplost. En als het al zou gebeuren, dan wordt dat wel weer aangemaakt. Maar goed, dat duurt natuurlijk ook wel weer een paar weken. Overigens moet je denk ik met hyaluronidase bijvoorbeeld in een lip niet al te snel zijn, want met name een lip kan heel erg zwellen puur door het prikken met de naald of de canule. Dus dat betekent dat je niet de eerste week of de eerste 2 weken bij voorkeur al met hyaluronidase aan de gang moet gaan. Hey, en wat kost het? Dus ik heb dan net €700 uitgegeven aan mijn fillerbehandeling. Hoeveel moet ik betalen om het eruit te halen? Als je de filler bij mij zou hebben gehad, dan zou de nabehandeling uiteraard gratis zijn. Dan betaal je niks voor een hyaluronidase. Oh, echt niet? Tuurlijk niet. Maar als iemand van een andere dokter komt, dan zit er wel een kostenplaatje aan. Het is niet zo heel duur, maar het kost wel €100. En doet het pijn? Brandt een klein beetje. En hoe groot is de kans zeg maar, op van die deukjes? Klein. Het grote voordeel van een hyaluronzuurfiller is dat je dit dus hebt als een soort van... Je hebt altijd een plan B. Altijd een plan B, het is altijd nog achter de hand. Ja. Ook voor mensen die voor het allereerst een filler doen, is dat altijd een stukje geruststelling. Los natuurlijk van het feit dat iemand zich comfortabel moet voelen in de kliniek en bij de dokter, is het altijd goed als je dat voor het allereerst doet. Ja. Te weten dat als je morgen wakker wordt
Je denkt, wat heb ik nou gedaan? Oh mijn god. Dan is er een weg terug. Ja, ja, dat snap ik. Hey, en stel nou dat met complicaties, om je ogen of zo. Je bedoelt verstoorde lymfeafvoer, ja. Bijvoorbeeld? Ja, dan is ook dit een ideale manier om een probleem op te lossen. Ja. Letterlijk. Ik word blij van een plan B. Iedereen, denk ik. Super bedankt voor het kijken en wil je op de hoogte blijven van allemaal video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!